kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. Ik ben nu in de winkelzaak Moesie Issa aan de Zwartenhoevenbrugstraat. En ik maak geen reclame voor die winkel hoor, want daar gaat het niet om. Waar het in deze om gaat is dat in deze coronacrisis mensen inventief moeten zijn. En degene die heel inventief en innovatief is, is niemand anders dan dokter Ruben Del Prado. En we komen hem hier tegen in de zaak. En we zijn benieuwd waar hij op zoek naar is. Meneer Del Prado, goeiedag, welkom. Oh ja, zo, ai, zo doen we het. In gesprek met. U bent hier in Moesie Issa op zoek naar? Weet je, ik heb zo vaak hebben mensen me horen zeggen van mond- en neusbescherming, toch? Dat het geen echte bescherming geeft. Ik ben hier om te zoeken naar mond- en neusbedekking. Om het te bedekken. Weet je waarom? Een goede vriend van me, Ridaal, heeft een prachtig schilderij gemaakt. En ik kwam mooi oema, een schilder van mooi oema. Mooi ai, mooi moffo. Daar bij Archimita op televisie. Tak, jongen, ik kan niks aan pangi, pangi, pangi stof. Wij pangi stof. En ik kwam mooi mond- en neusbedekking. Kom zo naar jouw schilderij. Madame en heren, zei je dat je niet over bescherming, je hebt het over bedekking. En dit is dus het schilderij. Ja, oma, dat is een beetje. Dat is een tapafessie. Een of bescherming naar tapanosso en voor tap een moffo. Een morgenprespaar presie bij een virus kan door naar je sting, naar je ei. Naar je ei. En je ziet? Tap de ai toe. De ai is er even tap. Maar inoka. Tap je vissen aan ai toe toch? Ine, shipe je go. Dus voor dat er Carla, voor dat er Archie Mang, Archie Uma, Archie Suma. Mijn karing bescherming, mijn karing bedekking. Wat zei je, je moest bedek je moet voor naar een ofzo? Even je kon crossbeef voor ons man. Je flipt je zo. De droppel, ik moet voor mij kon naar jou. De vader wel, voordat we horen 1 meter, of 2 meter. Dat de droppel naar doro jou. Dus dan kan kon naar jou mofo in onze ei. Mi bedek mi nosso na mi mofo. Jou bedek die voor nu, dat we alle toe de safe. En de safe. En de wan bescherming, maar op tien zo. Die dan 2 meter, en de van oudu. Maar soms man ook al horen 2 meter. En soms met dat kan gaan consumptie. Dus dat kan gaan mij flit. Als Sandy's niet bescherm je. Hij hoopt eens of de droppel gaat door zijn nog om je trasma. En de morgenprespaar is aan een etap je ei. Als slijmvlies voor je ei, een virus kan door naar je ei. Dus nu praxeer dat als Sandy's naar safety boekba. Als Sandy's niet je safety. Als Sandy's de tien zo. Hij tapie nog zo, hij tapie mofo. Plus in de fasting. Want een virus net door die anu, dat hij vast in onze tefasie anu, je besmet je strefie. Dus als aan die stuur, je potting, if je tapping aan het bescherm, je tapping, je normaal vast in onze langheid of wat tapu. Dus mi kon je voorbij, pan je materiaal. Oké, dan we go mee, want dan weet je dat. Dus ik had de kati, een bedrijf voor mij, de kati, kan je ook komen komen toe, gisma. En we doen sma voor mijn petit money. Mek den sma kon mek den sani kis petit zo inkomsten. Oké? Oh, dus dat want aki te i buy a stof jaso. Dan, je praat in gisma? We praat in gisma en de sma sa o meking. De sma dat i wo jip tien zo wam tien petit sani voor wam tien inkomsten. En nu is Ruben bezig. Hij gaat even in onderhandeling, want hij heeft volgens mij alle panjistof gevonden. Je hebt alle panjistof gevonden? Heb je bond voor me maken? Ja, meneer. Oké. Dus je hebt gevonden wat ik je zag? Gevonden wat ik zag. Bij Moesie Issa. Oké, inderdaad. Dat is ook een beetje gratis reclame voor Moesie Issa. En zo heeft u het gehoord. Hij gaat nu naar de kassa. We gaan straks met hem mee. Meneer Del Prado, ik zei het al, innovatief en heel erg... nadenkend over hoe kun je iets doen in deze crisis. Hij zegt hij gaat panjistof mondkapjes maken. En daardoor krijgen enkele modistes de kans om wat te verdienen. En hij gaat ze daarna verdelen. Maar we gaan met hem mee naar de kassa. Ruben is nu bij de kassa en ik heb begrepen dat hij korting krijgt. Je krijgt korting? Die meneer loopt weg. Volgens mij heeft hij geen korting. Een hele pièce.
voor een goed doel. Kijk wat er staat. Nu, ja, ik zie dat de preventietips ook moesie is. Hè. Neemt de tips in acht. Geen handdruk, bij grief afstand houden van minimaal 1 meter. Hoesten en niezen in gevouwen elleboog. Regelmatig handen goed wassen met zeep, hè Ruben? Met zeep. En alcohol voor reinigen. Oh ja. Water en zeep. Maar goed, laten we even teruggaan. Dus je koopt deze PS en wat ga je doen? PS en dan ga ik vragen, ook aan jou, als er mensen zijn die door de situatie, die modisten zijn, die dingetjes naaien, dat ze geen inkomsten hebben. Dan wil ik hun vragen om een paar van die mond-neus-bedekkers te maken. En die ga ik dan betalen voor hun werk. En dan ga ik een groot deel daarvan weggeven. En de rest gewoon tegen kostprijs verkopen. Zodat die mensen een inkomen kunnen hebben. Of ze kunnen het zelf verkopen als ze dat willen. Want je weet, er was altijd een discussie over die mondkapjes. Ik zie dat je met die er bent. En je was ook in het ATV COVID-19-programma. Daar heb je uitgelegd. Deze zijn voor gezondheidswerkers. Deze mondkapjes moeten mensen niet kopen. Ik zie vanmorgen op weg naar ATV mensen in de auto. Het is absoluut idioot. Dit zijn mondkapjes voor gezondheidswerkers, zijn N95's. En dit bedekt je neus en je mond, dat je ze niet aanraakt. En dat die druppels van jou niet, als je dichtbij komt, niet naar die andere persoon. Als je 2 meter afstand houdt, hoef je het niet eens te hebben. Maar mensen kijken naar het buitenland. Als je op Facebook gaat, mensen zeggen van, hé, wat El Prado, die mensen in het buitenland gebruiken die dingen. In het buitenland, kijk, is verplicht. Zeg, hier is Suriname. Ik zag zelf een journalist zo presenteren. Ja, het punt is, luisteraars, kijkers, in Suriname hoef je geen mondkapjes op. Behalve als je een gezondheidswerker bent. Want dan kan je niet 2 meter afstand houden. Voor ons is het voldoende om inderdaad, als je die bescherming wil hebben voor anderen, of die bedekking voor anderen, dat je zo'n mooi dingetje zelf laat maken of zelf maakt. Maar dat is echt een mooi initiatief. Maar wanneer die mondbedekjes zijn gemaakt, wat ga je met ze doen? Ik ga een cadeau maken. Ik ga ze cadeau maken aan mensen. En ik ga die mensen die ze maken, zeggen dat ze kunnen verkopen tegen, om weer wat inkomsten te hebben, toch? Dekati doet dat, hoor. Dekati voet ik initiatief. Nou, dat heeft u gehoord. Ik met mijn pen pas. Ja. Die mevrouw, hij gaat nu pen. Nu gaat er, en hij koopt een PS. Panjestof. En eigenlijk is het ook een hele fleurige stof. En dat gaat helemaal mooi zijn. Ja, vrolijk. Nou, Ruben, tot slot. Wat zeg je tegen de Surinaamse samenleving in zaken corona, het coronavirus COVID-19? Ik blijf het precies hetzelfde zeggen. Hou die afstand van 2 meter. Was je handen met water en zeep zodra je ergens komt. Gebruik een hand sanitizer als er geen water en zeep zijn. En besef dat het van binnen moet komen. Je kan opdrachten krijgen van de veiligheidsdienst, van NCCR, van volksgezondheid, van de politie, van de militairen. Dat zijn opdrachten van buiten. Belangrijker is dat je van binnenuit beseft dat je jezelf en anderen kan en moet beschermen. Dat is het allerbelangrijkste. Oh ja, en je inspiratie was dus dit schilderij, toch? En wat is de naam? Nee, dat schilderij is geïnspireerd door mijn programma's. Het was een oorspronkelijk schilderij van een vrouw zonder die mond- en neusbedekking. De naam van het schilderij is Corona Panya Panyi. Corona, allemaal Panyi, Panya Panyi. Een Corona Panya, maar Panyi Panya toe. Zo heet ze. Corona Panya Panyi. Nu met corona panja jaar, hè? I'm stop. Okay, dankjewel Ruben en veel succes. Dankjewel, oké. Okay. Kijkers, zo ben ik gekomen aan het eind van dit in gesprek met. We waren hier in de zaak Moussi Issa. Weer een beetje gratis reclame voor de zaak. En daar heeft dokter Ruben Del Prado een PS panjestof gekocht. Waarom heeft hij dat gedaan? Hij zegt, kijk, in deze crisistijd moet je een beetje innovatief zijn. Je moet nadenken. Hè? Modistes, die zitten allemaal zonder werk, zonder inkomsten. Hij zegt, hij wil een handje daarbij helpen. En hij koopt deze panjestof, zodat deze modistes een beetje inkomen kunnen hebben. Ze kunnen dan, hoeveel verwacht je ongeveer? Ik
weet niet hoeveel ik eruit ga kunnen halen, maar zeker een 500 stuks. Dat wil zeggen, 500 mensen zullen dan in staat zijn zo'n mondbedekker te hebben. Mond en neusbedekker, het is geen bescherming, nogmaals. Maar dan weet u dat. Wat is dat? Wat was. Oh, kijk eens aan! Wacht even, in die winkel. Zie je dat eigenlijk moest hij eens aan je voor is geweest. Want we zien inderdaad al zo'n leuke panjestof mond- en neusbedekker hier. En hij was duidelijk, dit betekent geen bescherming tegen het virus. Maar in elk geval is alvast een stap om te komen tot die bescherming. Nou, ik ben blij dat u heeft willen kijken naar deze aflevering. In het eerste deel heb ik gesproken met de groepsleerkracht Simone Elysée. En zij heeft een hele les gedraaid, afstandsonderwijs. En zij is van de Kangoeroe School. En hier in het tweede deel met dokter Ruben Del Prado. Die laat zien hoe zo'n mondkap eruit ziet. Hè? Nee, bedekker. Mond- en neusbedekker. Mond- en neusbedekker. Bedekker. Is mooi hoor. Maar er is een prijs erop, het wordt verkocht. We gaan vragen wat het kost. We gaan even vragen wat het kost. Ja, zo wandelen we hier in deze zaak. En. 17,50 was zo'n hele leuke. Zo zie je, mensen hebben hetzelfde gedaan. Ik moet commissie betalen, is mijn idee. Een paar met 10% commissie. Geweldig. En zo zie je dat bedankt. Mensen in Suriname nadenken over zaken. Dus u kunt zo een neus- en mondbedekker halen. En dan bent u niet 100% veilig, maar in elk geval 50%. Ja. Volgende week woensdag ben ik er weer met de andere aflevering van In Gesprek met. Tot dan. Goeiedag.